De gemeente Beuningen gaat het als een van de eerste gemeenten in Nederland toestaan om met twee huishoudens op één adres ingeschreven te staan. Tot nu toe was dat alleen toegestaan wanneer er sprake was van een familiaire relatie of mantelzorgfunctie. Dubbelwoningen. Uniek in Nederland en nu dus in de gemeente Beuningen. In Nederland is de woningnood zeer hoog en daarom komt de gemeente nu met een oplossing. Nou, dubbelwoningen is uniek in Nederland. Wat ons betreft is er maar één gemeente in Nederland die ongeveer hetzelfde heeft. Wat de bedoeling is, mantelzorgwoningen kenden al. Dat betekent als je 60 plus was en een zorgvraag had, dat je dan een kind of familielid bij jou mag blijven wonen in de woning zelf, in een bijgebouw of aan een aanbouw. Maar eigenlijk dachten we bij onszelf, volgens mij is de woonbehoefte zo groot dat er genoeg mensen zijn met wat grotere woningen om ook jongeren, starters een kans te geven die niet per se familie van elkaar hoeven zijn om toch tot de woningbouwmarkt toe te komen. Met wildvreemden dadelijk op de bank. Volgens wethouder Kobussen is het vanaf komende zomer mogelijk. Nou, we hebben vorige week als college de beleidsregels vastgesteld. Nu komen ze te inzagen, daar kunnen mensen hun visie op geven. De raad is inmiddels ook per brief geïnformeerd. Dus ik verwacht dat we komende zomer dat de regels in gang kunnen staan. En dat mensen dus een omgevingsvergunning daarvoor kunnen aanvragen. Toch heeft de gemeente wel enkele voorwaarden gesteld aan het woningdelen. Nou, je moet een omgevingsvergunning indienen. Die is maximaal 15 jaar oud. Waarin je aantoont hoe je gaat samenwonen met die andere mensen. En dat houdt onder andere in dat je gaat kijken hoeveel oppervlakte je daarvoor in beschikbaar neemt. Dus het kan niet zo zijn dat je één wildgroei krijgt aan allemaal mantelzorgwoningen en chalets. Hij moet wel passen binnen het perceel dat je hebt. Nou, we hebben wel gezegd dat we recreanten en arbeidsmigranten uitsluiten. Omdat we geen gedoe willen voorkomen. En uiteindelijk ben je ook zelf verantwoordelijk voor wie jij in je eigen huis of in je bijgebouw wil laten wonen. Bewoners kunnen een omgevingsvergunning aanvragen om te gaan woningdelen. In die omgevingsvergunning moet wel duidelijk vermeld staan hoe het woningdelen wordt aangepakt. Ook kan er altijd nog door buurtbewoners bezwaar worden gemaakt. Nee, het is heel erg belangrijk dat in de omgevingsvergunning staat ook wat beschreven rondom inritten. Want je wil natuurlijk niet te veel parkeerdruk. Dus je moet daaraan aantonen dat je dus niet extra parkeerdruk hebt. En daarnaast is het zo als buren het niet mee eens zijn. Het is natuurlijk altijd even handig dat je zelf aan je buurman aangeeft dat dit gaat gebeuren. Dat mensen dus ook bezwaar kunnen maken tegen de verleende omgevingsvergunning.